De weg door de Trienwarden, de N361, is vernieuwd. Deze weg wordt ook wel de Traverse Trienwarden genoemd. Een traverse is een stuk weg waar veel wordt overgestoken. Op deze weg rijden per dag wel 12.000 motorvoertuigen. Dat zijn auto's, bussen, vrachtauto's, motoren, maar ook trekkers. Alle verkeer op de hoofdweg had altijd voorrang, waardoor de mensen uit het dorp vaak moeite hadden de weg op te komen of over te steken. In de toekomst wordt de weg veel rustiger. Er wordt tussen Dokkum en de Woordwaai een nieuwe weg aangelegd. Deze weg heet de Centrale As. Als de Centrale As eenmaal klaar is, rijden er veel minder auto's door Oenscherk en Gietscherk. Deze weg ligt er nu nog niet, maar de bewoners van Gietscherk en Oenscherk wilden wel dat er wat aan de verkeersonveiligheid werd gedaan. Daarom hebben de provincie en gemeente samen met de bewoners de weg helemaal veranderd. De weg is ingericht volgens de visie van Shared Space. Shared Space, of in het Nederlands gedeelde ruimte, gaat dus uit van het delen van de openbare ruimte. Door de weg mooi te maken en weer te laten passen bij de omgeving, wordt de weg weer onderdeel van het dorp. De weg is er weer voor iedereen en niet alleen voor auto's. Iedereen is het erover eens dat de weg nu veel mooier is geworden. Maar de nieuwe situatie moet ook wennen. De mensen moeten nu beter opletten en meer rekening met elkaar houden. Er staan veel minder borden en verkeerstekens. En iedereen komt elkaar op verschillende plekken tegen, waardoor je voorzichtiger moet zijn. Zo is er nu een fietsstoep voor fietsers, wandelaars, skielers, scootmobielers en spelende kinderen. Maar fietsers mogen vanaf de nieuwe straatweg ook op de rijbaan rijden. En op de rotondes kun je ook kiezen. Je kunt over de rotonde heen fietsen of eromheen. Het is dus heel belangrijk dat je goed weet wat wel mag en wat niet mag. En dat je weet hoe je veilig door de Trienwarden gaat. De weg door Gietscherk en Oenscherk bestaat voor het grootste gedeelte uit een rijbaan met een brede stoep ernaast. Deze stoep is voor fietsers, voetgangers en bijvoorbeeld ook skielers. Een fietsstoep dus. Dan gaan we hier oversteken. Mogen we ook op de rijbaan fietsen? Ja, je mag hier op de rijbaan fietsen, maar het is veiliger om op de fietsstoep te fietsen. De fietsstoep is aan beide kanten van de weg en hij is breed genoeg. Dus daar kunnen we allemaal goed bij langs. En ik vind het een stuk verbeterd. Het is veel breder geworden nu. Gaan we goed uitkijken en dan gaan we hier oversteken. Nu kunnen we erover. Ook scootmobielers mogen gebruik maken van de fietsstoep. Fietsers mogen in Gietscherk en Oenscherk op de fietsstoep rijden, maar ook op de rijbaan. Toch raden we je aan om op de fietsstoep te fietsen. Als je gebruik maakt van de fietsstoep, mag je aan beide kanten van de weg rijden. Maar je moet dan wel rechts houden en rekening houden met andere fietsers en voetgangers. Er zijn 3 nieuwe rotondes aangelegd. Bij de nieuwe straatweg, bij de Douwelaan Sanjesreed en bij de Van Haarsma-singel. Op rotondes kun je veiliger oversteken dan op andere plaatsen. Auto's moeten bij een rotonde afremmen en rijden hier dus minder hard. Je kunt de rotonde op 2 manieren oversteken. Je kunt om de rotonde heen fietsen, maar je hebt dan geen voorrang, want je geeft voorrang aan het overige verkeer.
Je kunt ook gewoon over de rotonde fietsen. Aan het begin van de rotonde heb je haaientanden. Deze betekenen dat het verkeer op de rotonde voorrang heeft. Zodra het veilig is, kun je de rotonde opfietsen. Als je op de rotonde fietst, heb je voorrang op het verkeer van rechts, maar voorrang moet je krijgen, niet nemen. Je kunt het beste een beetje de ruimte nemen als je op de rotonde fietst. Anders gaan auto's je misschien inhalen. Laat altijd duidelijk zien wat je wilt gaan doen. Bijvoorbeeld je hand uitsteken. En als je twijfelt, niet oversteken. Voor Café Het Wapen van Friesloon is een plein gemaakt. Hier vind je helemaal geen verkeersborden. Dat geldt ook voor de kruising bij de Rinia van Nautaweg. Alle verkeer, dus bromfietsers, fietsers, scootmobielers, skaters en voetgangers, mogen gebruik maken van het plein. Dit noemen we shared space, of in het Nederlands gedeelde ruimte. Als de voorrang niet met verkeersborden of verkeerstekens is geregeld, geldt de basisregel. Bestuurders, dus ook fietsers van rechts, hebben voorrang. Maar ook hier geldt natuurlijk: voorrang neem je niet, die krijg je. Hallo, wij komen van rechts. Wij hebben voorrang. Ja, sorry, inderdaad, klopt. Maar nog even aan de nieuwe situatie wennen. De dode hoek is het deel om een vrachtauto waar de chauffeur geen zicht op heeft. Dit is vlak voor en vlak achter de vrachtauto en rechts naast een vrachtauto. Je bent hier dus onzichtbaar voor de chauffeur. Chauffeur, wat is nou eigenlijk de dode hoek? Door de hoogte van de cabine is er een heel gebied wat niet waarneembaar is door de chauffeur. En zoals de fietsen nu staan, kan je eigenlijk door de spiegel alleen de achterkant van deze fiets zien. En het gedeelte wat hier naast de cabine zit, dat is op dit moment moeilijk waarneembaar door de chauffeur. Het is levensgevaarlijk als je hier met je fiets gaat staan. Dus zolang jullie met de fietsen een beetje achter aan de auto blijven, ben je ten alle tijde zichtbaar voor de chauffeur. Dus eigenlijk staan jullie nu in de dode hoek van de chauffeur. Dus blijf altijd aan de achterkant van de vrachtwagen, zodat jullie altijd waarneembaar zijn door de chauffeur. Blijf altijd ruim achter de vrachtauto. Sta je naast een vrachtauto die rechtsaf wil slaan, wacht dan tot de vrachtauto afgeslagen is en ga dan pas zelf. Je fiets moet een goed voorlicht hebben, een achterlicht met een reflector, reflectoren op de trappers en reflectoren aan de zijkant van je banden. Denk om elkaar, jong en oud. Laat duidelijk zien wat je wilt gaan doen. Steek je hand uit als je de bocht omgaat. Steek niet vlak voor auto's de weg over. Zorg voor goede fietsverlichting.